Hallo allemaal, welkom bij een filmpje voor onlightningmedia.com. Ik wilde het nu hebben over het thema spiritueel ontwaken. Die periode maken we allemaal een keer mee in ons leven. Dat is de bedoeling en daarin ben jij niet anders dan ieder ander. Iedereen heeft deze zoektocht. Wat het verschil in opleiding, achtergrond, wat het ook is, wat iemand bij zich draagt, iedereen maakt deze periode mee. En het gekke is dat we deze periode vaak pas meemaken als we een depressie hebben, een burn-out of een ziekte. Dus er gebeurt iets bij ons of een opeenstapeling van te veel shit, waardoor we gaan zoeken naar een houvast van er moet meer zijn en er moet ook meer zijn waardoor ik me nog beter ga voelen. Of waardoor ik ga genezen, want wat ik nu doe, werkt niet. Dus je gaat zoeken en dat hebben we als mens allemaal. Dezelfde eigenschap hebben we hierin. En dit doen we al 100.000 jaar. Dat deed de aapmens, dat doen wij, dat deden we in Atlantis, dat deden we in Egypte, dat deden de Maya's. Dat doen ze, hè, de moslims houden zich vast aan hun geloof. De kerkelingen, in India zijn ze grootgebracht met meditatie en yoga en Ayurvedische leefstijl. Allemaal krijgen we iets mee vanuit onze opvoeding, hoe onze ouders denken. En we gaan zelf zoeken. En vaak pas in een periode van godsgruwelijke ellende. Dat is het leuke. Dus als het heel goed met ons gaat en we kunnen alles. Het werk gaat goed, de vrienden, we hebben een inkomen, we zijn gezond, dan gaan we niet zoeken. Dan gaan we door met waar we mee bezig waren. Op een gegeven moment ga je dus zoeken. En als je gaat zoeken naar waarom je je zo rot voelt of ziek, dan ontwaak je. Op een gegeven moment kom je op een soort van spiritueel pad. En nou ja, zoals dat bij mij ging. En mijn vader heeft een heel duidelijk moment van ontwaken gehad. Wat ik mijn hele leven heb kunnen observeren. Waar we heel veel over hebben gepraat. Dat kan ik vertellen. Dat wil ik ook graag delen. Want dat vindt hij ook heel belangrijk. Vond hij ook heel belangrijk om te delen. Voor hem was zijn spirituele zoektocht een open boek. Daar heeft hij ook heel veel over geschreven. Maar wat mensen niet weten is de laatste jaren van zijn leven, hoe dat is geëindigd. En dat heb ik wel mogen meemaken. Ik was de enige die hem heel lang, 9 maanden heeft verzorgd. Waarin we heel veel hebben gepraat over zijn leven, zijn zoektocht. En wat nu hij ging sterven, het belangrijkste was voor hem. Hij is 78 jaar geworden. En zijn spiritueel ontwaken was, hij kwam uit een gezin wat eigenlijk. Nou ja, niet verder dacht dan dat hun neus lang was, laten we het zo zeggen. Het was een op zich welgestelde familie. En als enige van 11 of 10 kinderen ging hij, ik dacht op zijn 20ste wilde hij al psycholoog worden. En dat was net na de Tweede Wereldoorlog. Toen zei mijn opa, dat is voor godslasteringen. Of dat is een studie van de duivel. Zo was dat toen nog. Hè? Kun je nagaan hoe mensen toen nog in een hokje zaten. Dus dat zijn studie godslastering was. Toch is hij dat gaan doen. Hij was een van de eerst afgestudeerde psychologen in Nederland. En ik dacht zelfs in de Benelux. En toen is hij op vakantie gegaan naar Amerika. Waar hij zag dat mensen daar gewoon yoga deden. Gewone mensen die in de tuin yoga deden. En dat in heel Europa nog niet was geïntroduceerd. Dat was in de jaren 60. Toen heeft hij die yoga naar Nederland genomen. Met vrienden en familie ging hij erover praten. En het was weer, je bent hartstikke gestoord. Je bent gek. Het bestaat niet. Toch heeft hij dat doorgezet. Hij heeft 20 jaar yoga gedaan. En hij heeft het zoveel mogelijk proberen te verspreiden. En toen wilde er geen hond naar luisteren. In de jaren 80 is hij begonnen samen met mijn moeder met boeken te schrijven over paranormale vermogens. Toen werd ik geboren, begin jaren 80. En hij kreeg een dochter die alles zag, alles voelde, alles ervaarde. En hij wist meteen, tenminste, zo leidde hij dat zelf, was mijn guru. Jij was degene van wie ik wilde leren. Hij begreep dat je een kind krijgt om van te leren. Niet, hij heeft mij ook heel veel dingen geleerd. Hij wist niet wat hooggevoeligheid was. En hij heeft dat zo opgepakt. Direct toen ik geboren werd,
Hij probeerde mij te beschermen. Hij heeft mij dingen geleerd. We hebben de hele wereld overgereisd. We zijn naar bedevaartsoorden geweest. Maar hij heeft mij ook geleerd hoe het is om te genieten van een plantje. En van normale dingen. Een gezellig kopje koffie ergens drinken. Naar een kroegje gaan. Het bos in te gaan. En zijn zoektocht... Hij vertelde dat hij jarenlang depressief op de bank had gelegen. En hij was als enige in Nederland en tegen zijn familie en vrienden aan het schoppen. En hij voelde zich zo eenzaam hier. En hij had ook veel gereisd. En hij voelde zich in andere landen. Hij zei in Nepal en India voelde hij zich echt thuis. Want daar waren ze veel verder. In Nederland en Europa waren we zo ontzettend achter op spiritualiteit. De artsen schrijven hier pillen voor. Er werd niet gekeken naar je aura, naar je energiesysteem. Naar de heling van kruiden en planten. En meditatie en yoga. Er was niks van dat alles in Nederland. En dat zag hij in andere landen wel. En hij heeft toen heel lang depressief gewoon op de bank gelegen. Dag in dag uit. Hij wist niet wat hij met zichzelf aan moest. Tot hij voor het eerst van iemand ging houden. En verliefd werd. En dus een kind kreeg. En... Hij zei, aardser kon het voor mij niet worden. En het was mijn grootste angst om van iemand te gaan houden. En ook van een kind, hè. Van een kind hou je ook. En hij had een aardse depressie. Dus een depressie dat hij hier gewoon was. Hij was boos op boven. Van, wat doen jullie me aan met al die domme mensen? En wat doe ik hier? Ze begrijpen me niet. En hij zei, er zijn ufo's, er zijn energieën, er zijn aura's. We kunnen op andere manieren onszelf helen. Hij was de eerste, geloof ik, met de bodyscan meditatie. Dus lichttherapie met een nieuwe vorm van massage die hij introduceerde. Samen met mijn moeder. En ze waren echt de pioniers. Een van de pioniers op dit gebied. Op diverse gebieden van heling. Astrologie, cosmogenetica. Het helen van je lichaam, in liefde staan. En dat spiritueel ontwaken was voor hem dus heel moeilijk, omdat hij in een andere generatie zat, in een andere tijd, waar het zo ver van iedereen's bed stond, dat je alleen maar ego en haat op je hals haalt. Weet je wel? Maar hij is altijd stevast blijven geloven in... Tenminste, hij voelde dat. Hij was geobsedeerd door ufo's. Het was een soort obsessie ook. Hij kon niet meer hier zijn. Hij kon niet meer... Ik heb altijd gezegd, mijn vader zat in zijn hoofd. Ik heb hem nog nooit in zijn gevoel zien zitten. Hij kon niet bij zijn gevoel. Wilde ook niet in zijn gevoel. Hij wilde niet op aarde zijn. En waar zit op aarde zijn? Je basis. Laat ik het zo zeggen. Dit is de basis. Dit is je zonnevlecht. Hier is je zonnevlecht. En onze drie chakra's is van hier zijn. Hier. Dit is je hart. Hier. Dit is zweven. Ook. Daar. Je antennes uit. En. Nou. Dan heb je een gezin. Je gaat geld verdienen en werk. En eerst vond hij het heel erg moeilijk. Want het was zo aards. Maar ook het geven om iemand. Helemaal voor iemand gaan. Zoals die voor mij ging. In elk geval. En zijn andere dochter ook. Het helemaal het vaderschap aangaan en relatie met mensen, wat hij eigenlijk altijd had. Hij vond het heel moeilijk om met mensen een relatie te hebben, een beetje autistisch. En dat had ook met gevoel te maken, vriendschap en relatie hebben met gevoel te maken. En dat is hier zijn. En gaandeweg heeft hij toch dat aardse leven, familie en het spirituele proberen te balanceren. Maar hij stond op en hij ging spirituele boeken lezen. Hij kon niet zonder boeken of gesprekken. Het ging altijd over ufo's en aura's. Totdat ik een keer zo boos was geworden. Van, pap, ik wil met jou iets normaals doen. Naar de IKEA. Ik wil een keer met jou een normaal gesprek hebben. Ik wil een keer met jou samen koken en tv kijken. En toen, vanaf toen hebben we dat ook gedaan. We hebben dat jarenlang gedaan. En we hebben natuurlijk ook over ons werk gehad. Over de spiritualiteit. Maar hij kwam steeds meer tot de conclusie... Dat het in jezelf zit. Op het moment dat hij echt ziek werd. En niet meer kon lezen. Hij kon niet meer weg. Hij kon dus niet meer buiten zichzelf zoeken. Na 75, 76 jaar kon hij niet meer buiten zichzelf zoeken. En niet meer weglopen van zichzelf. Hij kon niet meer lezen. Hij kon niks meer. Hij kon alleen zijn. En toen heeft hij gehuild.
En hij is helemaal hier gekomen en hij zei, weet je waar het om draait? Eigenlijk kan je alle boeken weggooien. En hij deed ook letterlijk dit met een boek. Je kan alles weggooien, al die spirituele dingen, al dat gelezen. Ik zat elke dag in de boeken, maar wat mij echt heeft geraakt, wat me echt liefde heeft gebracht, was jou en je zusje en het gezin wat ik had. Dat ik hier moest zijn. En dat ik gewoon van de plantjes genoot en van het huisje en lekker eten en met vrienden praten en met mijn cliënten praten. En ik ben hier, we zijn hier allemaal gekomen om een aardse ervaring op te doen. Maar met het ontwaken, dat bedoel ik met spiritueel ontwaken. Spiritueel ontwaken is best wel heftig. Je wordt opgevoed vanuit school, vanuit de maatschappij. Van zo zit het in elkaar, zo zijn de regeltjes. Je neemt een slaappil als je niet kan slapen. Je neemt paracetamol als je last hebt van maagpijn. We zitten hier met wifi en gsm en regeltjes. En het is allemaal maar zo. Je gaat dus naar school, zoek je een relatie, dan krijg je kinderen, dan ga je trouwen. En dan ga je dood op een gegeven moment. En je regelt je pensioen, je zorgt voor je kleinkinderen en that's it. Maar zo is het dus niet. En dat is die spiritueel ontwaken, dat er meer is dan wat de maatschappij je in dat leven heeft geleerd. Tot nu toe. Dat er meer is dan een pilletje. En dat er een heel netwerk achter onze regeringen, waarvan je denkt dat is goed zitten. En achter de media zitten belangen. En dat ons voedsel wordt bespoten. En dat je dus veel gezonder kan leven door je eigen groenten te delen. Door zelf door liefde te geven aan je naasten. Dat de mensen een ego bezitten. Hè? Jij dacht dat alles normaal was, maar dat we een ziel hebben en een ego. Dat is ook, wow! We zijn dus niet één ding. We zijn twee delen. We zijn een ego en een ziel. En daar kun je mee leren spelen. Dus wanneer kom ik in mijn ego? Het ego is woede, verdriet, jaloezie, angst voor iets nieuws. Laatst hadden we hier in de buurt een gesprek met iemand die meteen boos werd omdat we hem aanspraken op iets. En de volgende dag komt ze excuses aanbieden. Wat is dat dan? Dat is het ego. Ik word aangevallen, ik moet terug aanvallen. Of er gebeurt iets in je relatie dat je zo bang bent dat iemand je gaat verlaten, dat je het maar uitmaakt. Dat is ook zo'n angst. En dat ga je dus, dat spiritueel ontwaken is het herkennen dat je een ego hebt en een ziel. Maar je bent niet alleen ziel hier en je bent ook niet alleen ego. Daarmee kun je gaan leren spelen. Je gaat je inlezen in de belangen van de regeringen. Dat ze allemaal geld willen verdienen over onze rug heen. Er gebeuren ook heel veel goede dingen. De regering zorgt ook heel goed voor ons. Dat is de andere balans. Maar er gebeuren ook dingen waarbij belangen zijn. We kunnen heel gezond eten, waardoor je je beter en optimaal heel goed gaat voelen. Hè? Je kan dus aan je energiesysteem werken door goed te eten. En dat is ook voor iedereen anders. Hè? De ene die kan echt serieus leven op patat en kroketten. En die ziet er goed uit en die wordt 100. En je kan roken en je wordt gezond oud. Maar je kan ook niet roken en ook een kanker doodgaan. Er zijn per mens is het dus, iedereen heeft zijn eigen zoektocht. Wat past bij mij? En dat is de fout van sommige spirituele mensen die daar te ver in doorslaan. Die denken, zoals ik doe en zie, ik ben de hele dag aan het mediteren, ik eet biologisch, ik loop in katoenen jurken of in weet ik veel wat. En dat is goed. Maar je kan niet een ego opdringen aan een ander die voelt dat iets niet bij haar of hem past. En dat ontwaken, dat kan een paar jaar duren en dat kan je jezelf heel erg terugtrekken en heel erg teleurgesteld zijn in de mensheid. Want je komt erachter dat er dus ego is en dat je wordt belazerd. Maar dat is dus het leven. Mensen kunnen liegen, mensen kunnen je bedriegen en dat ga je herkennen. Maar ook, de belangrijkste zoektocht van spiritualiteit is in jezelf. Wanneer lieg ik? Wanneer ben ik oneerlijk? Want jij bent ook gewoon een mens. En we zijn allemaal mensen. En het respect is ook om de ander te zien als mens. Die ze fouten maakt. Die ook wel eens kan vreemd gaan of daarop kan terugkomen. Die ook wel eens kan liegen en bedriegen. Die ook wel eens een periode van depressie heeft dat ze lekker, ik ga lekker veel drinken en roken en seks, rock and roll. En daarna gaan ze weer heel gebalanceerd leven. Iedereen maakt periodes van zelfdestructie mee. Pijn, ellende, ziekte. En daaruit zoeken we allemaal een weg. Daar hoef je geen zorgen om te maken. Iedereen zoekt zijn weg. Maar sommige mensen zijn niet op de hoogte van hoe het ook anders kan.
En daar heb je dus weer spirituele leraren voor. Of mensen die op je pad komen die zeggen... Hé, ik denk dat het aan je voeding ligt. Je kan proberen glutenvrij te gaan eten. Of je kan proberen vegetarisch te gaan eten. Je kan superfoods gaan proberen om je optimaal te gaan voelen en de pillen te laten. Je kan leven zonder pillen, maar dan heb je andere opties nodig. Je verdriet kan je oplossen met meditatie en sporten en yoga. Maar dat hoeft niet voor iedereen. Het verdriet kan ook bij iemand oplossen door te gaan zingen en te gaan tekenen. Bij iedereen is dat anders. En het spiritueel ontwaken dat ik voor het eerst... Volgens mij was ik een jaar of 22 dat het echt begon. Dat ik begon in te lezen over... Ja, wat zijn UFO's? Bestaan wij hier alleen op aarde? Weet je wel, ik hoorde ook in Suriname voor het eerst om mijn 21ste dat wij slavernijverleden hadden. Dat was al, eigenlijk was dat al spiritueel ontwaken. Wat? En dat heb ik nooit geleerd op school. Waarom houden ze dat achter? Je gaat jezelf vragen stellen. Waarom? Wat zijn de belangen? Waarom doen mensen dat? Waarom hebben mijn ouders dat soort beslissingen gemaakt terwijl ik daar niet mee eens ben? En... Langzaam pas je die voeding aan. Wat past bij mij? Waar reageer ik op? Welke meditaties passen bij mij? Welke boeken vind ik fijn die bij mij aansluiten? Dus wat is mijn religie? Wat is mijn persoonlijke missie? Dat is ontwaken. En dan heb je een deel daarvan. Die gaan daar zo ver in doorschieten. Dus dat ze alles loslaten. Hè? Je hebt dus de groep van... Die gooien hun tv het raam uit. Want ze hebben gelezen en gehoord dat de media belangen heeft. Dus ze zenden dingen uit waar ze zelf zin in hebben. Niet helemaal objectief. Maar het is ook weer niet helemaal slecht. Ik geniet van media. Ik maak media. Ik hou van comedy, van drama, series, van films. Ik vind het heerlijk. Je kan zoveel met tv. Maar er zijn inderdaad af en toe zijn er belangen, worden dingen achtergehouden omdat er belangen achter zitten. Maar nu heb je de wereld van Google en YouTube, dan ga je dat zelf zoeken. Dat was vroeger niet. Nu kun je alles in principe zelf vinden. Je kan de tv aan en uitzetten wanneer jij zin hebt. Je kijkt waar je zin in hebt. Je kijkt op YouTube wat jij wil horen en zien. Wat bij jou past. En je stopt misschien met antibiotica of pillen slikken. En je leert jezelf. Artsen hebben een hele belangrijke functie in ons leven. Die kunnen een open hartoperatie, ze kunnen ons reanimeren. Die zijn niet ook af te schrijven. Artsen zijn een geweldig beroepssector in ons leven die ons helen. Maar je kan jezelf ook voor een deel helen met andere methodes. Hè? Affirmaties, positief denken, positief leven, vanuit je hart leven in plaats vanuit ego en verstand. Goed voor jezelf zorgen betekent ook, je gaat ook beter voor anderen zorgen. Die dingen leer je met dat spiritueel ontwaken. Er is veel meer, dus je klapt van de 3D naar de 5D. Maar het is belangrijk om die balans te bewaren. En dat is ook een zoektocht. Wat is de balans? En ga je doorschieten naar het spirituele? Wat ik zie is dat mensen dus niet meer... In de realiteit. En de realiteit is 3D en 5D. Om leren gaan met iedereen om je heen. Dat is hier zijn. Accepteren dat de aarde nu eenmaal zo is. En doen wat je kan doen om er een betere wereld van te maken. Maar het 100% fulltime missie worden. Dat er niks anders is dan dat. Dus ik noem het een spirituele kinderclub. Die gaan een soort van open en die hebben een bepaald soort ego dat ze denken, ik voel mezelf ook een lichtwerker. Maar je hebt mensen die zichzelf dus lichtwerker gaan noemen en ik veel ufonaut. Ik heb geen idee of genezer, healer, die zelf net aan het ontwaken zijn en die denken dat ze de wereld moeten redden. Want wij kunnen het allemaal niet. De andere mensen die zijn dom en die gaan zich dus verheffen boven... De gewone mens. En de gewone mens die kijkt tv, dat zijn slaven, dat zijn zombies, dat zijn, die worden door de maatschappij zitten ze in een hokje. Maar ik kom erachter dat eigenlijk niemand zo is. Iedereen heeft een soort van zoektocht. Iedereen is spiritueel. Alleen bij de ene is het al ontwaakt, en bij de andere wat halve slaapstand. En de andere, die kiest er gewoon voor om het niet te willen zien. Dat mag. Maar zo'n spiritueel ego is dus dat alles in één keer slecht is.
hun vorige relaties, dat je mensen willen trouwen, dat mensen kinderen willen is slecht, dat mensen make-up opdoen is ego. Alles wordt afgekraakt, wat ze eerst ook allemaal zelf deden. Maar het hele aardse leven wordt dus weggehoond. Hop. Ze doen de tv uit het raam, ze komen alleen maar op spirituele bijeenkomsten en de rest van de mensheid is in een soort lagere trilling. En dat keur ik af. Dat is niet iets wat ik voel dat juist is. Het kan een periode zijn dat je gewoon diep teleurgesteld bent. Hè? Een soort van aardse, ik noem het de aardse depressie. Dat je dacht dat alles liefde was. En dacht dat alles iedereen goed was. En dat dat niet zo is. En dat is een acceptatie dat jij dat zelf ook niet bent. En in de mensheid ook niet. Maar dat je op een gegeven moment gaat proberen het beste eruit te halen. En dankbaar bent voor wat je wel krijgt. Dankbaar bent voor de relatie die je hebt, wat het je wel biedt. De warmte van het gezin wat je wel krijgt. En mijn vader heeft een periode het allemaal niet gezien. Hij zag niet dat hij mooie kinderen had. Een mooie vrouw. Dat hij werk had waarmee hij kon uitslapen. Kon slapen wanneer hij wilde. Hij hoefde niet in een 9-to-5 job te zitten. Hij kon doen en laten wat hij wilde. En dat was op een gegeven moment, zei hij, een zegening die hij zag. Een cassis drinken, een huzarenslaatje. Die kleine dingetjes, zei hij, geweldig. En hij had een periode van alles afwijzen. In het huzarenslaatje zitten conserveringsmiddelen. Mijn dochter die maakt zichzelf op en die koopt kleding. Oh, ik was zo slecht dat ik af en toe een wijntje dronk. Dan was ik meteen een alcoholist. Ik werd zo ontzettend jarenlang afgekraakt in wie ik was op aarde. Dat ik met vriendinnen uitging. Dat was slecht. Dat ik af en toe een keer een glas cola dronk. Er werd meteen over opgeschreven. Ik was meteen niet meer welkom. Ik heb echt heel veel meegemaakt met mijn vader die een aardse depressie had. Dat ik niet meer gewoon een vrouw mocht zijn. Of dat ik dat ik geld uitgaf aan de kapper was slecht. Dat ik wilde reizen en alleen maar wilde feesten in mijn studententijd. Dat was ook slecht. Ik las een periode alleen maar boeken over kleding. Dat was slecht. Hij stuurde zelfs spirituele boeken op. Dat ik mezelf niet ontwikkelde was echt heel slecht. En op het laatst heeft hij gezegd, het spijt me. Ik heb juist van jou geleerd hoe het is om van de aarde te genieten. Lekker een krantje te lezen. Naar de IKEA te gaan. Met jou tv kijken was eigenlijk leuker dan 10 jaar zweven. Ik heb wel eens aan hem gevraagd, hou je van me? Toen zei hij, dat weet ik niet, want dat vind ik niet verlicht. Het is niet verlicht om van jou te houden. Ik weet ook niet wat dat is, want in de andere wereld hou je van iedereen. En op het laatst heeft hij gezegd, ik hou van jou. En ik zal altijd van je houden. En jij hebt me dat geleerd wat liefde is. Dus het spiritueel ontwaken kan een depressie voorafgaand of een depressie met zich meebrengen. Maar daarna breng je het in balans met het acceptatie. Het is nu eenmaal zo en ik maak er het beste van mijn eigen persoonlijkheid. En ik leer omgaan met iedereen om mij heen. Dus ik blijf naar een terras gaan, naar de bioscoop. Ik ga weer eens op tv kijken. Ik geniet van een plakje cake waar misschien wel heel veel suiker in zit. Ik heb dat altijd gedaan. Het huisje, boompje, beestje was super belangrijk voor mij. Zonder dat zit ik helemaal hier. Zonder mijn lieve vrienden en de mensen om mij heen en de kleine, lekker op de sportclub een drankje doen en naar de kroeg toe. Ik ben altijd in balans gebleven met de mensen om mij heen. Alle mensen om mij heen. Dat wil ik jullie meegeven.